Het is woensdag 5 februari. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezende Vrouw. Op de voorkant staat gelukkiger worden. Zo doe je dat. Nou, na Blue Monday van vorige week lijkt het me zeker goed dat we allemaal een stuk gelukkiger worden. De Vrouw is een blad wat elke zaterdag meekomt met de krant De Telegraaf. Ik weet niet wie het financiert of zo en dat allemaal, maar dat gaat me ook helemaal niks aan. En dat lezen wij elke woensdag. Dan krijg ik vaak de vraag, wat is nou precies het idee van deze serie? Als eerste, goede vraag. Als tweede, het idee van deze serie is eigenlijk dat je een blad leest waarvan je de doelgroep niet bent. En dan toch probeert het blad leuk te vinden. Ik weet zelf niet wat de doelgroep hiervan is. Ik denk vrouwen van 30 plus of zo. En ik ben een jongen van onder de 18, dus ik kan hier sowieso niet de doelgroep van zijn. José Moré, 42, is getrouwd met Richard, moeder van de kinderen Gijs en Fien, docent Nederlands op een middelbare school en mentor van 4 MAVO. Volgens mij zeg je altijd MAVO 4, maar deze keer heeft ze het over het gevaar van smartphones in de les. Nou, als je tegen mij gaat vertellen hoe gevaarlijk smartphone in de les zit, dan begeef je je op zeer glad ijs. Dus ik ben heel benieuwd wat je precies te zeggen hebt. Het is de grootste nachtmerrie van de docent, met een woedend hoofd, terwijl je hand op het bureau staat en iets onverstaanbaars brult. Sommige leerlingen vinden het leuk om je een keer uit te dagen en erop te wachten tot je een keer echt kwaad wordt en dan filmen ze je. Docenten zijn nep mensen, dus ja, we worden wel eens pissig. Is dat professioneel? Vast niet, maar waar gehakt van wordt gemaakt, vallen Spaanders. Misschien maakt de docent een lastige periode door thuis. Nou, ja, je hebt altijd wel eens een docent die wel eens boos is of iets in die richting. Een docent die een onvoldoende geeft en dan is een leerling boos. Ja, alles krijg je wel eens voorbij. Alleen, uiteindelijk, docenten en hun privéproblemen, daar zijn wij natuurlijk niet verantwoordelijk voor. Dus je staat voor de klas, dus dan ben je aan het lesgeven. Ja, en ja, iedereen haalt wel eens een grapje uit en de ene docent kan daar een stuk minder goed tegen dan de andere docent. En ik weet zelf ook vaak wel bij welke docent je een grap wel kan uithalen en bij welke docent niet. En dan wordt er nog een heel stuk geschreven over Chateau Meiland. De eerste aflevering daarvan, leuk, krijgen we weer 4 weetjes. Dat is superleuk, jullie houden altijd van weetjes. Ik weet toevallig jullie houden van weetjes. De eerste aflevering van het SBS 6-programma werd uitgezonden in mei 2019 en trok 500.000 kijkers. Nou, ik moet zeggen, al mijn video's bij elkaar hebben maar 30.000 kijkers, dus op een hoogtepunt keken er ruim 1,5 miljoen mensen naar de reality-serie. Het werd in 2019 uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Televisiering. Ja, dat was het eigenlijk. Dat waren de weetjes eigenlijk. Nou, dan weten jullie dat ook weer. Het grappige is, in dit soort bladen lees je dus ook allemaal problemen die gelden voor de doelgroep van het blad. Zoals, ik was de enige vrouw op het werk. Dat wakkerde een enorme prestatiedruk aan in mij. Ik wilde laten zien dat ik net zo goed was als mijn mannelijke collega's. En ik draaide ook vaak overuren terwijl dat soms niet nodig was. En dan denk ik altijd, voor dat soort mensen heb ik echt intens veel respect. Voor echt mensen die gewoon net zo goed willen zijn als anderen en daar letterlijk alles voor doen. Zo ben ik zelf soms ook, soms niet. Maar in ieder geval heel veel respect voor dat soort mensen. Deze is ook nog leuk, hier. Hoewel Nederlanders best veel kunnen klagen, geeft de gemiddelde vrouw haar leven een 8. Slechts 5% geeft haar leven een onvoldoende. Maar hoe gelukkiger ook, ja, dat is het dus. 5% maar een onvoldoende. Ik zou echt willen weten dat gewoon onder tieners dat gemeten wordt. En onder echt volwassen mannen en zo. En dan vergelijken. Want het is natuurlijk een beetje jammer als je alleen leest dat 5% van de vrouwen dat vindt. Maar überhaupt, dat valt best wel heel mee. Ik had echt gedacht dat dat veel meer zou zijn of zo. En dat was dan deze aflevering alweer van Mannen Lezen de Vrouw. Weer een kortere aflevering. Je hebt altijd een paar rubrieken in dit blad, waarvan ik er van een paar denk super interessant. En van een paar ligt het er altijd een beetje aan wat ik ervan vind. En zo heb je ook bijvoorbeeld een column waar mensen anoniem hun geheim delen en zo. En dan lees ik hem altijd even 1 keer door en denk ik van, is dit geschikt voor jullie de kijkers? Zouden jullie dat leuk vinden? Wat vind je er zelf van? En als ik het dan niet heel interessant vind, dan kijken we daar volgende week weer naar. Dus ik zie jullie allemaal hopelijk weer volgende week bij een gloednieuwe aflevering van Mannen Lezen de Vrouw. En dan is het voor nu. Tot ziens. Tot later.